We vragen de mensen ook dat zo bezig kunnen zijn, collectief, is ook beter dan individu. Want dan kan je dan meer bereiken dan individu. Welkom op Witsanti. In het inheemse dorp Witsanti te district Para wordt er collectief aan klein ondernemerschap gedaan. Dit doet de stichting Witsanti Educatief Centrum. Het bestuur probeert de inheemse cultuur in stand te houden door kennisuitwisseling via trainingen aan volwassenen, maar ook aan kinderen. Vooral gebruiksvoorwerpen die gevlochten worden van natuurlijke grondstoffen, zoals manden, wires en kledingstukken zijn in de belangstelling bij klanten. Ik ga u dan verder begeleiden. Als je nou kijkt, je ziet daar de mensen bezig zijn met het vlechten van de manden. Het wordt ook basket genoemd. Ja? Ze zijn dan druk bezig hier. Als je dan kijkt hoe ze allemaal dan bezig zijn hiermee. Ja? En de ene mevrouw is bezig met een... Met die tishiri, het wordt tishiri genoemd daar. Het wordt dan, daar wordt een pop gemaakt. Kijk eens bezig daar. Ik denk, waarmee daar, naast hij idee bezig dat je doet, Nono? Morissie. Aha, een pom. Een popje maak je nog? Ja, een pop. Zo, ze, bezig, ze maken een pop daar. En je ziet ook, los dat we daar ook bezig zijn met, hier met onderneming hier, dat ding. Maar we zijn ook bezig dat de kinderen ook daar gebruik van maken om... Om te leren. Juist, okay, dus die kennisoverdracht vindt plaats. Ja, dat is ja. De afdeling van dan, hier worden dan de Warimbo gedaan met de vlechtwerk van Warimbo. Ja, maar kunt u ons wijzen hoe Warimbo eruit ziet? Ja. En de andere grondstoffen die u gebruikt nou, voor de rest van de producten? Als je dan kijkt, dit is de Warimbo. Dit is het. Mm-hmm. En als je dan kijkt, dan zie je. Het is bekend bij de Javanen dat ze dan toen... Maakte ze het van met een van die bami. Misschien heb je het ook van toen gegeten. Mm. Die bladeren. Die bladeren worden gebruikt om bami op te dienen. Juist. Okay. Het was dat toen. En ook ik denk van die adder van die bami. Dan maken ze gebruik van die bladeren. Ja, ja. Maar wij als inheemse, we gebruiken dit. Om dit te kunnen vervaardigen, wat je nou hier ziet. Mm. Kijk, dit hebben we dan. Die heren, juist. Kijk, dit wordt dan ook hier. We zijn gemaakt. Okay. Zie je? Dit is het. En dit wordt van hieruit maak je dan zoals van klein als van grote vlechtwerk. Nu heb je dan die grote manden. Hebben we niet meer. Maar we maken heel grote manden. Van, het is heel groot. En dan hebben we kleine. Maar het verschil ook van dit hoor. Want dit bijvoorbeeld, je hebt kleine steel. Wordt van kleine sierwerk gedaan. En je hebt van die lange. Wordt van die grote maanden gemaakt. Oké, okay. En nu is het zo, wat doet u om het zo te krijgen? Dus u gaat hem snijden, wordt het in de zon gedroogd? Nee, het wordt dan gesneden. Wordt kijk hier, kijk hier, daar wordt het, kijk het hier. Ja. Het komt hier zo en men gaat het dan krabben met een mes of een iets scherp, een voorwerp. Ja. Gaat men een krabben en dan gaat men het in twee delen splitsen. Om dit te krijgen. Kunt u het daar ook voor doen? Kijk. Of is er iemand anders die dat doet? Kijk, ja. Kijk. Kan je het ons laten zien? Kijk. Gedaan wordt? Wij zijn mensen. Voor je beginnen naar Asani. Dus ik vind Kotama dit, ja? Ja. Dat ik bij Kotama. Dat zij het wel aan Madis nu. Oh, voor wie heb je dat? Ah. Ja, toch? Ja. Dus er wordt eerst gekrabd, maar normaal krabbing. Je gaat het kunnen zien voor krabbing. Maar je gaat het splitsen en je gaat het voor jou wezen. Hoe wordt het gedaan? Oké.
Zodat ik mee kon leven. Steeds werken, meneer. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. De tijd voor hem. Dat klopt. Precies doen. Ja, dat klopt. Ja. Maar het is ook heel mooi hoe jullie het in een groep doen, hè? Dat klopt, ja. Het is daarom. De collectiviteit van de stichting. Het is een heel mooi initiatief. Oké, en als het zo is. Ja, dan. Wat doet u dan ermee? Het wordt niet eerst gedroogd. Nee, het wordt zo gebruikt. Nee, het wordt, daarom wordt het eerst gekrapt toch. Ja. En er is nog een beetje van, om het te demonstreren hoe. Kijk, ziet u wel? Je moet het binnen... Ja. Het moet, de binnenkant moet van weg. Het heeft een reep erin, het moet helemaal weg. We hebben dan uit die warimbo, hebben we nu die Maurici tongo. Zie je nu waarmee die mevrouw bezig is? Ja. En zij is, dit noemen we Maurici tongo. Ja. Het wordt uit die Maurici palm gehaald. Ja, ja. Dit is een grote. Juist. En van hieruit haalt die mevrouw dit eruit. Kunt u dat voor ons losgooien, dat we kunnen zien hoe die draden eruit zien? Kijk, dit is het. En dit wordt het. En dan wordt het dan gekookt. Het wordt in een warm water gedaan. En daarna gedroogd. Begrijp je? Ja. Dus het is nu zo, nu kan je het niet gaan gebruiken. Het moet eerst gaan in een warm water gedaan worden. Mm-hmm. Ja? Ja? En dan gaat het men koken. En dan gaat men het drogen. En dan komen we en dan ga ik u wijzen wat het eindproduct hiervan is. Ja. Alles wat we hier de inheemse doen, is het tijdwerk kan. Kijk, ja. Het wordt dan dit, zie je? En hieruit haalt u dan touw. U haalt hangmat eruit. Ja. U haalt, u kunt veel producten eruit. Ja. En daarom is dit voor ons heel, een soort van een heilig boom, kan je zien. Ja. Omdat je heel veel eruit kan halen. Die Mauritius ja. Palm, juist, als het ware. Juist. Mm. Okay. Maar dit is minder... Dit is niet zo hard als die... Nee, daarom, maar daarom gebruikt men dit voor andere activiteiten, andere... Het is echt voor mandjes gestemd. Maar dit is voor, meestal voor, like, ik zei toch, hangmat. Je kan pet er mee maken. Je kan onderleggers van potten maken. Ja. Je kan bias, je kan rok maken. Je kan full oorbellen, ga ik je ook wijzen te maken. Ja. Met dit kunnen we heel veel doen. Ja. Je kan je vlecht haren. Harig heb smaken met dit. Ja, ja. Oké. Je ziet het? Dus het is een teamwork wat we hier doen. Ja, het dat is geen, ik het is geen individu. Ja. Het is een collectief wat we nou bezig zijn hiermee. Okay. En het is belangrijk voor hun omdat ze wat kunnen verdienen. Ja. En het is wat God je gegeven heeft. Hè? Mm-hmm. Kijk, God heeft iedere persoon gaven gegeven. Jawel. En sommige mensen weten dat ze een gaven hebben. Mm-hmm. En ze maken niet gebruik van hun gaven. Ja. En dat is een van die dingen wat we hebben ontdekt bij de mensen. Dus dit is de grondstoffen hebben we gehad, dat gebruikt wordt voor het vlechtwerk. Ja. Maar jullie doen niet alleen het vlechtwerk. Ik zie die vrouwen hier ook bezig met kleurrijke, mooie producten. Ja, prachtig. Wat zijn ze bezig hier te doen? We zijn nu, eerlijk gezegd, deze is een groep dat nu van het jaar 5 jaar wordt. Ja. Het is een groep Tunchino Wopotopo. Oké. Het is een oudere groep. Vanuit de stichting is gekomen. Okay. We hebben dit groep speciaal laten in leven laten komen. Alleen om de mensen uit huis te halen. En de mensen ook bij te leren. Dat ze nou wat kunnen verdienen.
Want kijk, en dit is een vrouwengroep van ja. Wit Sandy zelf. Vrouwengroep van het educatiecentrum. Dat groeit naar Wit Sandy. Het groeit van het educatiecentrum naar Wit Sandy. Dit, wat ze hier doen, het mag niet jokken. Ze hebben geleerd van hier ook, van die vrouwen die je net had. Zij hebben hier allemaal de vrouwen geleerd. De vrouwen hadden een training bij hier. Ja, dat is wat ik zeg. En daar is het voor toeristen. En nu kunnen we even in de verkoop. De verkoop aan je macht maken. En je lacht moet erin zitten. Wat voor producten maken deze vrouwen allemaal? Mooie tassen, ga je ook tassen weten. Mooie tassen maken ze. Tassen. Kijk, en dan maken babyrok. Ze hebben ook babyrokken gemaakt. Petten hebben ze ook gemaakt. Ze hebben ook mandjes gemaakt. Ja, ik ga u straks weten wat ze allemaal hebben gemaakt. Kijk of zo. Welke dit? Gordijnen. Gordijnen ook hebben ze ook willen maken. Oké, gordijnen. En wat nog meer? Gordijnen, wat nog meer? Tafelaar. Tafeldoek. Tafel. Ja. Zie je? En nu is het onderneming. Dus dat is zijn eigen dingen niet gekozen. Ja, dat is een groepsverband, ja. Zie je wel? Ja, we worden meteen een verband. Brokje. Hebben ze ook willen maken. Ja. Dus hier, dus het is ook onderneming. En is het lekker de oogstijd, maar ze verdienen wat. Het brood op tafel brengen. Dat is onze bedoeling eigenlijk. Het brood op tafel brengen. Want kijk, als je nou door ziet, kijk, is waar het brood is altijd te vroeg. Maar dan we bekijken boven het hele grote plan. Kennis is machtig, men. Intussen is dit al gedroogd. Juist, dit is al gedroogd van dit brood. Ja, waar is die droge... Waar is die droge ervan? Kijk even. Kijk, dit is die droge ervan. Kijk hier, dit is die droge. Zie je? Dus en dit, is, dit is wanneer het helemaal pas. Vanuit die Morisitongo komt. Ja. En dit is wanneer het gedroogd droog. Is. Zie je, het okay. Verschil. En dit wordt nu gevlochten door die dames? Ja, het wordt dan het beginwerk van rot. Daar is het even niet in. Maar die dingen moeten eerst gevlochten worden. Ja, ze maken strengen voor het gevlochten. Het moet eerst gevlochten worden. Okay. En hoe lang duurt het voordat je zo'n streng af hebt? Hoe lang duurt het mevrouw? Hoe lang duurt het ongeveer zo? Wat hier zo? 3 dagen. Nee, om dit te doen, die streng 1. Hoe lang duurt het zo? Het duurt niet lang. Een kwartier? Of 10 minuten? Oh. Dus als u het materiaal wat u rond moet hebben om bijvoorbeeld een rok te maken, hoe lang duurt het flechtwerk daarvan? Voordat je alles compleet hebt? Ik ga zeggen, een week zo. Ja. Om te vlechten. Dan wanneer u dat heeft, dan weet u van hieruit kan ik een rok maken. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Daarom beginnen ze zo om die BH's te maken. Dat komt mooi rond. Dan ga je die andere dingen op het midden zetten. Ja. En die straat. Dus het midden is dan de BH-maat van de vrouw? Ja, ja. Oké. Kunt u ons vertellen hoe die BH tot stand komt? Kijk, dit is wat ik gebruik. Het zijn die vlechtwerk wat je hier ziet. En je kan ook diezelfde materiaal gebruiken als touw van je draaitop. Die model ook maak je van handmaak. Maar dit heb ik gebruikt. Ik dacht, dit is ietsje dun, is ook mooi. Heb ik dat gedaan en dan wordt dit. Dan wordt het zo. Je kan haaknaald gebruiken, zie je. Ik heb haaknaald. Je kan naald gebruiken ook. Dus diezelfde... Van hetzelfde materiaal. Kunt u dan ook gewoon met die naald. Ja, en dit is nog niet klaar. Kunt u ons die naald laten zien? Kijk hier, Mm-hmm. Dus dit als je goed kijkt, dit is buiten. Mm-hmm. Buiten van de BH. Ja, en als je goed kijkt, dit is dit binnen. Ja. En u neemt de maat van de vrouw? Ja, dit is
Ik heb het van een wegen genomen aan 36C. Ja. En dit is nog niet af. Ja. Dit dus we zijn een, bezig ermee. We zijn nog bezig. En dit wordt dit later. Dus als ik klaar ben met zoiets, ja. Dan wordt dus dit. En dit is een jonge meisje van ongeveer 16 jaar. Ja, die zoiets kan dragen. Ja. En verschillende manieren kan je het maken. Dus dan iets halen. Ja. Kunt u het van die hangen weghalen? En de achterkant laten zien. Dus is als een kijk hier. De orthopedie. Dus u kleedt het dan aan met een lapje stof, ja, aan de binnenkant en aan de voorkant zet u dan, tooit u het op met veren. Ja, dat is zo wordt het. Mm. En die rok van, je kan het met verschillende modellen aantrekken, want dit is nog niet af. Mm-hmm. Dit moet nog gemaakt worden. Ja. En het wordt ongeveer zo, mensen zijn meisjes die bezig zijn, van 11, 12. 13, 14 jaar. Ja. En kijk, zoiets wordt het later. Dus samen. Dus zo'n rok en een blouse. Mm. Dan wordt het dit. Als je het aantrekt. Ja. Dus het wordt een heel pak. Het wordt een heel pak. Ja. Je krijgt een hoofdtooi van. Mm. Dus je krijgt een hoofdtooi en een slipper. Kijk, met hand. Werk wordt het ook gedaan. Dus hier, voorbeeld, dan krijg je orde veren. Maar nu heb je geen kleuren, want alles is al weg voor inheemse. Dat is alles weg. Mm-hmm. Geel, blauw, rood, wit. Dus verschillende kleuren. En die moet je zien ook. Je krijgt orde van, kijk hier. Kleine orde. Ja. Dat is wat je, die materiaal ding is wat je kan doen opnemen. Dus stoffen, dus die werkstuk waarmee je bezig bent. Dus je, ja, kan zoveel dingen ermee maken. Dus kijk, u maakt dus kledingstukken van Eddie Morrissey, maar is het bestand tegen water? Ja, het wordt snel droog. Dus. Oké, dus als je hem draagt, kan je hem ook gewoon weer spoelen en hangen, ja, aan de lijn? Ja. Oh, oké. Dus het is toch een paar keren te gebruiken. Ja, dus het blijft jaren, jaren, jaren. Oké. Okay. Goed ophangen. Je behandelt het goed. Je draagt het niet, je gooit het ergens op de open, maar dus het moet blijven. Ja. Maar het blijft jaren. Ja. Precies als een handmat. Je maakt een handmat, het blijft jaren. Oh. Maar je moet het wel goed houden, weet je. Dus het blijft jaren. Ja. Dat is uit onze ervaring. En Morrissey is een heel belangrijke boom. Want van die boom kan je zoveel op doen. Ja, ja. Je kan sap van maken, van die vruchtvaart. Je kan ook medicijn maken, maar dat ga ik niet doorgeven automatisch. Je kan zoveel doen. Ja, van die boom die zelf. Morrissey palm. Ja. En die bladeren, je ziet zelf hoeveel het kan gedaan worden. Je kleding draagt, je maakt mooie dingen, stasje, waaier. Wat je voelt dat je kan maken ermee, je kan het doen. Ja. Ook voor anderen die zeggen, ik kan niet, ik ben lui, ik ben ook een huisvrouw. Ik ben ook bezig met kinderen. Mijn man heeft me gevraagd. En kijk, in onze vrije tijd vakantie maak ik brood, pizza bij die kleintjes. Mm-hmm. Dus alleen om ze blij te maken. Dus vast voor alles klein beetje. Ja. En zie je wel? Dus alleen, ik ben ook blij dat bijvoorbeeld anderen die werkelijk doorgaan met hun dingen. Ga gewoon door. Geef jezelf de push, praat met jezelf. Het lukt je wel. Ja. Oké. Okay. Kijk, dit is uit de Morrissey. Voor je boodschap. Kijk, zie je wel, dit is uit de Morrissey en het wordt dan bewerkt met katoenen. Maar het is heel mooi, kijk hier, zie je? Ja, ja. Dit is uit de Morrissey. Dus die Morrissey, als je een basisproduct hebt, kan je het aankleden met andere mooie dingen als veren, ja, als stof en... Kijk, dit is nu. Dit hebben we veel belangstelling voor je corsages. Oh, oké. Okay. Zie je? Daar hebben we heel veel van.
Guido, we zijn toch wel benieuwd naar de geschiedenis van dit alles. Dus de stichting en alles wat jullie doen. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om te beginnen met een stichting die al deze activiteiten ontplooit? Dus eigenlijk om ondernemerschap te bevorderen in Witsanti. Nee, kijk, wij van de stichting Witsanti Educatief Centrum, we zijn hier, we zijn al bijna 7 jaar al hier. Pak zeg 7 jaar. En we zijn gekomen met de bedoeling om hier tot ontwikkeling te brengen en educatie te geven. En het is gelukt. We zijn begonnen met huiswerkbegeleiding. Daarna zijn we begonnen met de kleine ondernemerschap. We hebben nu zelf 15 mensen getraind. En we hebben nu gezien dat er kennis thuis is. We hebben kennis thuis. Ja toch? En die mensen zitten gewoon thuis. En terwijl ze kennis hebben, hebben we gevraagd van zeg nee, laten we dan een groep vormen en kijken wat we allemaal kunnen doen om geld te verdienen. André heeft me gezegd, maar meneer Schwedo, maar ik bedoel, mama vindt serie. Ik ben een serie. Ik heb kennis van wat we doen. Ik zeg, kom. De stichting is er. En de stichting gaat dan een heel mooi ding voor jullie doen. En het is gebeurd. Vandaag kunnen we dit doen. We kunnen het presenteren aan de mensen. We hebben een groep. En ze kunnen wat verdienen. Is het niet veel, maar ze kunnen wat verdienen. De Warimbo. Het is nu dat ze nou gevraagd wordt. En die man verdient wat. Dus zo doen we. En zo zijn we van start gegaan. En dan hebben we gezegd, nee, dan gaan we het collectief doen. En het is gelukt. Kijk, dit is nog gezegd van die grotere vrouw. Ik heb ze geleerd dat ze... Die oudere vrouwen. Die van boven 60 jaar, ze zitten allemaal daar. Ja. Hun hebben deze dingen gemaakt. Ik heb ze laten wijzen hoe ze moeten omgaan met een haaknaald. En ze kunnen lachen. En weet je ook, ze zeggen, ja, het lukt niet, het gaat niet. Ik heb ze helemaal geduld hebben. Dus vandaag, ik... Die hebben hun gewezen, heb ik nog niet gedaan. Dit heb ik niet gedaan. Hun hebben het gedaan. Kijk hier. Yeah. Kijk hier. Dus van die tasje. Dus van voetmaat. Dus van alles. Ja. Dus u bent eigenlijk de leerling die de meester overtroffen. U was de meester, maar uw leerlingen hebben u overtroffen. Ja. Ja, ja. Dat is mooi. Ik zeg zo, ik ben jaloers op jullie allemaal. Kijk wat jullie hebben allemaal. Weet je? Jullie hebben mooie dingen gemaakt. Mooie dingen gedaan. Dus het wijs. Kijk dat. Voor alles hun werk is hier. Ja. Welke producten produceren jullie allemaal, meneer Swedo? Dus we produceren wires. Zijn die verschillen? Er is van uit die Morrissey. Er is van die Waratongo. Is het verschil? We doen aan, we hebben ook aan rokken. We doen ook aan schoeisel, tassen. Wat is die schoen? Ja, we doen op maat. Als je zegt bijvoorbeeld, je wil, als je jarig bent en je wil een bestelling hebben, een kleur, doen we dit. Tassen, doen we. En BH's. En in het, we hebben in het vergiet nu, dat nou binnen is, binnenkort gaan we doen, dat is de lingerie. Begrijpt u? En dat is onze ding wat we allemaal hier produceren. De basket, groot en klein. Ja. Die tas daar, kijk, die tas daar is vanuit dat ook. Uit een bestelling kan je dat doen. Ja. Hoeveel vlegwerken produceren jullie per keer? Werkt u met bestellingen? We werken op bestellingen. Dus die mensen, als er een bestelling, we gaan niet dingen maken. We werken op bestellingen. En we werken dingen op dagen van zoals inheemse dag. De speciale dag gelegenheden. Daar worden dan meer aandacht besteed. En zoals je weet, dit wordt niet elke dag aangetrokken. Er wordt een dag van een inheemsdag of iets bijzonders. Ja. 25 november, bijvoorbeeld. Ja. Dan worden er bestellingen geplaatst. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Hebben jullie vaste opkopers van de producten die jullie fabriceren? Nee, we hebben geen vaste opkopers. Wat is dat toch? Is er behoefte daaraan? Wat wij nu opgemerkt hebben, we hebben opgemerkt dat mensen belangstelling hebben voor die producten wat we nu vervaardigen. Dus we gaan nu kijken naar, misschien vaste afnemers gaan we nu kijken. Is een kleine marketing nu moeten we gaan doen om te kijken van hoe we aan vaste afnemers kunnen vinden aan deze producten.
Maar nu maken we producten op, naar, men zegt, men vraagt en wij produceren. Ja, ja. Wat deed u voordat u bezig was met de stichting hier? Dus no. Ik bedoel u als persoon, maar ook de vrouwen die actief zijn. Nee, kijk, ik ben ze komen aantreffen hier. En ik begrijp het. Ze deden eigenlijk niks, bijna. Toch? Niks. En van niks is er iets geworden. Ja. Als je nou kijkt, als je dat educatief centrum ziet, we zijn ook klein begonnen. Maar kijk, dus daarom zegt men, stilstaan is geen optie. Ja. En heb ik altijd gezegd, ik ga het ook voorin plaatsen, stilstaan is geen optie. Niet dat je nou niks doet en dan ga je blijven zitten. Ja. Je moet iets doen. Ja. En dan, God heeft iedere persoon kwaliteit gegeven, eigen kwaliteit gegeven. Maar hoe ga je met je kwaliteit om? Ja. Hoe benut je het kwaliteit? En dat is hier vandaag. Ik ben blij hoor. Ik ben blij. Omdat er nog meer mensen zijn die komen. En ze komen zich aanmelden. Ja. Meneer Zwedo, ik wil me komen aanmelden. Voor jullie zag iemand met al bezig zijn. En ik zeg, zang doet. Ik zeg, jongen, we doen zo'n wat zijn. Ja, jongen, dat is mijn abkennis, jongen. Dan dat ook zo hier in de naam niet. Ik zeg, kom. Ja. Daarvoor zijn we hier. We willen een collectief doen. En we zijn bezig om een culturele vereniging op te richten. Voor hun. Ja. Welke offers worden er allemaal gebracht om die gebruiksvoorwerpen uit de cultuur, uit uw cultuur te kunnen behouden? Kijk, je moet zien van, je zegt offers. Je moet die dingen helemaal in het bos gaan zoeken. Die dingen, alle dingen wat je hier haalt, is vanuit de natuur. Ja. En los dat de natuur zelf, de mens zelf, dat oud wordt en weggaat met hun kennis. De natuur zelf, de mens gaat ook met de natuur om. Wat zit daar met de natuur om? Er komen meer huizen aan, die dingen gaan weg. Al die medicijnen wat we dan vroeger hadden, gaan ook weg. We moeten al die medicijnen diep in het bos gaan zoeken. Al die materialen wat we hier hebben, moeten we dieper in het bos gaan zoeken. Dus dat is het ding wat ik nou zeg van, nou, het is niet makkelijk. Ja. Het is echt niet makkelijk. Soms moet je helemaal je product van helemaal niet van hieruit, helemaal ver gaan zoeken. Ja, dat zijn dus die grondstoffen. Juist. Ja, ja. En ook die gevaar van slangen, gevaar van dat soort dingen in het bos kan doen. Ja. Weet je hoeveel ontbering we daar hebben? Ja, ja. Dus ik heb respect voor ze. En daarom heb ik respect voor mijn cultuur. Ja. Ik heb respect voor die boom, die ene boom, die Mauritie boom. Ja, ik heb meer respect voor. Oké. Als u verkoopt, als jullie deze producten verkopen, levert het wel winst op? Kunnen jullie ervan leven? Oh, nee. We leven niet dat we gaan van kunnen leven, maar het brengt toch iets op tafel. Ja. Van leven. Het is een bijverdienste. Juist, een bijverdienste. Okay. Want je zegt dat je van kan leven. Nee, het is een bijverdienste. Als twee grote afnemers hebben, dan kan het wel lukken. Maar nu op het ogenblik zijn we bezig afnemers te zoeken. En dan kijken we hoe. Alleen op bestellingen werken we. Zijn er zaken in dit heel proces die jullie onderschat hadden voor de opstart dus van de stichting? Ja, kijk, we hadden een onderschat. We dachten van, het lijkt alsof het makkelijk was die dingen te doen, maar bleek dat het niet makkelijk is. Ik had je al verteld in het begin, het opzoeken van die materialen, je gaan kijken en gaan observeren als er nog is. Want niet wij alleen doen dat dingen, het zijn ook anderen. En als we naartoe gaan, zijn je dingen al op. Dan moeten we nog verder gaan zoeken. Ja. Dus dat is het. Dus daar wordt het onderschat van. Het lijkt makkelijk, maar het is niet makkelijk. Ja. Dus de beschikbaarheid van grondstoffen is niet is makkelijk. Een uitdaging. Juist. Het is niet makkelijk om te vinden. Het lijkt makkelijk, maar het is niet makkelijk. Wat ik nou wil zeggen ten slotte als motivatie, wil ik de mensen in het dorpen, het maakt niet uit welke dorpen het is, je ziet zelf dat stilstaan geen optie is. Dat werken we nu. En we vragen de mensen ook dat zo bezig kunnen zijn, collectief, is ook beter dan individu. Want dan kan je dan meer bereiken dan individu. Als je dan individu bezig bent, dan is het kleinschalig dan ben. Maar als je collectief bezig bent, dan is het goed voor een organisatie. Noem maar op. Wil ik de mensen vragen om dit ter hand te nemen en zeg van je cultuur behouden.
door middel van kennisoverdracht. Vrij in de dorpen. Ik heb het opgemerkt dat de ouderen eigenlijk de jongeren willen leren, maar de jongeren willen niet meewerken. Ik heb het ook hier. Maar we moeten een manier zoeken om dit toch wel te kunnen behouden. Dus ik kwam hieruit willen de mensen vragen om eraan te werken, zodat dit niet verliezen te gaan. Het gaat niet te verloren gaan. Daarover wil ik het hebben. En stimuleren van ondernemers. Dit kan ook iets worden voor jou om brood op tafel te brengen. En cultuur, de cultuur behouden, is iets van dat wij daarvan streven. U ook. Dus doe je best en ik zie je tegemoet.